Opnieuw is in het Oertijdmuseum in Boksel iets heel speciaals te zien. Omroep Dommeland, het nieuws uit uw regio. Het betreft een bijna 2 meter lange, 220 miljoen jaar oude metoposaurus. Voor het beeld van de skeleton dat we vandaag willen zien. De skeleton is heel speciaal, want het is 85% compleet. It is a fossil, of original bone material. The rest we 3D printed and made cast of other parts. Een metoposaurus is een gigantische salamander. Ze leefden vooral in zee en aten enkel vis. Grote delen van het skelet zijn gevonden in een kleigroeve in Krasjejov in Polen. Het skelet is als een soort IKEA-pakket in elkaar gezet. Een 3D-printer zorgde voor de ontbrekende stukjes.